Op dit terrein, dat 18 verschillende banen telt, wordt midgetgolf gespeeld. Een rustige zomersport waarbij het de bedoeling is een balletje met zo weinig mogelijk slagen in de holes te krijgen. Iedere slag telt voor 1 punt en wie het minste aantal slagen maakt is winnaar. Deze dagen werden in Amersfoort de eerste nationale kampioenschappen gehouden, zowel voor dames als voor heren. De heer Groen uit Noordwijk toonde zich een speler van groot kaliber in deze miniatuursport, die is gebaseerd op het normale golfspel. Groen wist in deze eindstrijd met het minste aantal slagen de 18 banen rond te komen en hij mocht zich Nederlands kampioen midgetgolf 1956 noemen. Mevrouw Karp uit Bussum werd kampioen bij de dames.